morning. Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Ik kom net mijn bed uit, zoals je misschien ook al een beetje hoort. En ja, dit is altijd zoveelste vlog dat ik volgens mij op dinsdag begin. Maar op de een of andere manier vind ik het moeilijk op maandag of zo. Dan ben ik altijd nog een beetje aan het opstarten. En dan vergeet ik het gewoon. Maar goed, we beginnen gewoon vandaag lekker weer lekker op dinsdag met vloggen. Kan gewoon. Gisteren heb ik... ik heb heel veel geëdit gisteren voor mijn Oostenrijk vlog. Die is inmiddels al online natuurlijk. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Een beetje anders dan normaal. Maar ik ben er alsnog wel erg tevreden over. Vandaag ben ik van plan om een video te gaan filmen. Dat sowieso. Ik wil vandaag mijn zangles gewoon gaan oefenen. En misschien nog even wat huiswerk maken voor solfège. Eerlijk, ik wil echt zo graag volgend jaar gaan studeren. Maar het blijft gewoon heel spannend. Maar ik ga daar misschien ook nog even een video over opnemen. Want er is zoveel onduidelijkheid bij jullie over wat ik nou allemaal doe. En wat mijn plan is. En bladibladibla. Dus daar wil ik eigenlijk misschien ook nog wel even een video over opnemen voor op mijn kanaal. Want ja, dat is zoveel om uit te leggen. Heel ingewikkeld. Nou, ik ga vandaag 2 video's opnemen. Ik ben trots op mezelf. Want eerst dacht ik echt dat ik vandaag weer niks ging uitvoeren. Want het is inmiddels ook alweer bijna 1 uur of zo. Maar ik had opeens een heel goed idee om even te filmen. Dus dat ga ik nu doen. En ja, helemaal leuk. Ik ga Timmy even uitlaten. Ik heb vandaag 2 video's opgenomen. So I'm proud. En ik ga straks heel eventjes... Oh, heb ik mijn sleutel nou mee? Dat is wel even heel belangrijk. Want anders... Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Gaan mijn broertjes thuis. Maar goed. Ik ga zo meteen mijn zangles oefenen. En ja, dat is een beetje de planning nog voor vandaag. Sowieso gewoon even huiswerk doen en zo. Dus ja. I did. Goedemorgen. Zonder zorgen. Mami is ook al helemaal wakker en aangekleed. Nou, mijn haar nog niet hoor. Kijk, ik ben tof. Ja, dat is waar. Maar mijn ook, dus dat scheelt. Het is vandaag woensdag. En ik weet niet zo goed wat ik vandaag ga doen. Ik moet eigenlijk even huiswerk maken nog. Dus dat ga ik sowieso doen, want echt. Morgen komt Sabrina. En vrijdag heb ik alweer zangles. Dus ik moet het echt vandaag doen. Want anders ga ik mezelf echt weer slaan. Dus dat ga ik doen. Ik heb net mijn huiswerk gedaan achter mijn keyboard. En dat is chill, want nu ben ik klaar. Ik ga het even laten zien. Dan zien jullie ook eens een keertje wat ik voor huiswerk moet doen. Ik heb dit gedaan. Dit moeten wij bijvoorbeeld doen voor de vooropleiding. Dit is dan solfège huiswerk. En dan moeten we zeg maar deze melodieën allemaal kunnen zingen. En dan eigenlijk zonder de piano. Ik oefen het dan nu nog wel met de piano. Maar straks bij je mondeling moet je het gewoon zonder piano zo die melodie kunnen zingen. Ja, ik vind dat persoonlijk best lastig. Dus ik probeer het wel meer te oefenen nu. Want anders gaat het gewoon echt niet lukken. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb nog wat ritmisch gedaan. Even kijken hoor. Ik zal het er even bij pakken. Dit is totaal niet wat we nu als huiswerk hebben. Maar dit is eigenlijk pas het beginnersblaadje. Maar omdat ik er zo slecht in ben, oefen ik liever nu dit. Dan dat ik verder ga en er geen reet van snap. Dat komt vanzelf wel. Maar ja, dit is dus eigenlijk wat ik moet doen qua huiswerk. Het is niet leuk, maar goed. Hè? Het hoort erbij. Zo, ik heb me even omgekleed. Want ik ga eventjes samen met mama naar Zaandam. Want ik ben gewoon een beetje klaar met binnenzitten. En mama die had er ook wel zin in. Dus we gaan even samen naar Zaandam. Gewoon even winkels kijken. Ik ben niet van plan om heel veel te shoppen. Ik hoop echt dat ze geen leuke dingen hebben eigenlijk. Want dan hoef ik ook niks te kopen. Maar het zal wel weer niet. Ik moet altijd wat kopen. Dus echt een probleem. Maar goed, we gaan dus even lekker naar Zaandam. Dus daar heb ik zin in. Mama en ik hebben trouwens nieuwe Dr. Martens gekocht. We delen deze omdat we bijna dezelfde maat hebben. En hoe leuk zijn ze. Ik ben er echt verliefd op. Ik vind ze echt heel leuk. Oké, okay. Mama en ik zijn in het pashokje in de Primark. En ik heb best wel wat dingetjes. Nou ja, dit pak heb jij eigenlijk. Moet ik dan voor je passen? Of, ja, mag. Ik heb echt een super leuk jurkje. Het is een doorschijn. Ja, ik kan het niet goed zien, maar ik ga het zo allemaal aanpassen. Hier nog een jurkje, een trui, shirtjes. Nou, van alles. Ik ga het gewoon passen. En ja, helemaal leuk. Oké, ik heb nu dit pak aan. En mama en ik zijn er allebei niet over uit of hij nou leuk is of niet. Ja, ik vind hem wel. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, het is wel zo'n anders. Dat is het wel. Ook wel leuke kleur of zo. I don't know. Ja. Het is niet echt wit. En die strepen zijn meer grijs in plaats van zwart. Ja, wel leuk, ja dit topje. I don't know, man. Nee, nou moet ik niet. Ik vind het aan de ene kant wel heel leuk.
ik weet niet, ik vind het wel een leuk model hebben, het topje. In ieder geval, ja, dit pak, ik vind sowieso dat Colbert wel heel leuk, man. Ja, die broek ook eigenlijk. Ja, ik weet niet, ja, hij is gewoon wel leuk. Jij moet hem ook even aan. Ja, even kijken, hij is wel leuk. Oké, nou, mama heeft nu het pak even aan. Ik vind hem dan wel mooier of zo. De broek zit gewoon mooier bij jou. Bij je benen. Misschien inderdaad wel een beetje groot, maar... Ja, nou ja, of niet hoor. Het moet natuurlijk wel een beetje... Het hoort denk ik ook wel een beetje juist zo, toch? Ja, ik denk niet heel strak. Nee, want dat is niet mooi. Dat had ik net. Het model van die broek zit wel lekker, maar... Ja, het is gewoon... Die broek is het gewoon net niet. Die, nee. Dat jasje wel. Ja. Oké, en ik heb deze trui aan. Die is wel leuk. Die is in de sale. Ik vind hem ook heel leuk eigenlijk. Die is wel leuk met het rokje. Ja, ik vind het gewoon... Hij is gewoon lekker. Ja. Ja, vind ik een leuke trui. En die was iets van? 7 euro, toch? Ja, deze vind ik leuk. Ik heb nu dit topje aan en die vind ik ook echt heel leuk. Het is natuurlijk nog geen zomer, maar echt super leuk. En deze is echt maar 5 euro, dus die ga ik denk ik meenemen. Ja, die vind ik echt heel erg cute. Het is ook echt leuk. Dit rokje staat ook echt leuk, man. Van jou. Het is een rokje van mijn moeder, maar ik heb hem natuurlijk weer even. Ik heb hem al heel lang niet aangehad. Ik vind hem echt leuk. Deze heeft ook ribbeltjes. Ja, dat is een ribstofje. Ja, helemaal leuk. Oké, ik heb nu dit jurkje aan, maar... Nee, ik weet niet. Ik vind de kleur wel heel leuk. En het is sowieso een maat 40. En ze hadden hem niet meer kleiner. Maar ik denk als hij kleiner is, dat het ook net niet is. Nee. Model is het gewoon net niet of zo. Nee, dat... Ik heb nu dit ding aan. Ja, het is zeg maar los van elkaar. Dus dit is gewoon los. En dan heb ik er gewoon een onderjurkje onder gedaan. Het is dus een doorschijnend ding. Het is trouwens ook super leuk. Gewoon alleen je bikini eronder op het strand. Dat kan ook. Echt helemaal leuk vind ik dit. Het heeft ook hier een hoog kraagje. Uitlopende mouwtjes. Ja, ik vind dit echt leuk. Het is wel op zich voor Primark nog best wel ietsje duurder. Het is 25 euro. Dit dingetje. Maar ik vind hem echt heel leuk voor in de zomer. Ja. Oké, dit is alles wat ik neem. Dat jurkje, onderjurkje, die trui en dat off-the-shoulder topje. Ik ben weer thuis, maar ik moet nu snel door, want ik moet dansen. Dus ik laat later wel eventjes zien wat ik allemaal heb gekocht. Want ik heb over 5 minuten les. Zo, ik ben weer thuis en ik heb hier op mijn bed eventjes neergelegd wat ik vandaag allemaal heb gekocht. Het is echt, het houdt gewoon niet op. Ik koop echt veel te veel dingen in de laatste tijd. Het past ook gewoon allemaal niet meer in mijn kledingkast, maar ik hou gewoon echt van shoppen. Ik kan er echt niks aan doen, maar ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Oké, ik heb dit shirtje gekocht bij de Zara. Staat op Slow Dance en het is gewoon een wit t-shirt. Jullie kunnen het niet zo goed zien. Oké, het is gewoon een... basic wit t-shirt. Maar ik vond gewoon die roze heel leuk. En dan met dat geel. Ja, ik weet niet. Ik hou er gewoon van. Helemaal leuk. En dan heb ik ook nog deze haarband gekocht. Want ik hou gewoon heel erg van haarbanden. En dit is gewoon een heel chill model. Die was 8 euro. Deze was trouwens ook 8 euro. Ja. Dan heb ik bij de Primark deze gekocht. Die hebben jullie kunnen zien. Ik heb ook nog strings gekocht. Die liggen eronder. Helemaal leuk. Die dus, off the shoulder. Dan die jurk die ik aan had, heb ik gekocht met dat onderjurkje erbij. Die was 4 euro en dit dingetje was 25 euro. En deze was trouwens 5 euro. Dan heb ik nog deze witte trui gekocht in de sale voor 7 euro. Super chill, echt helemaal leuk. Ik heb niet echt een witte trui, dus vond ik helemaal leuk. En bij de Zara nog heb ik ook nog weer streepjes gekocht. Echt streepjes, het trekt mij gewoon aan. Ik wil gewoon... Alles wat streepjes heeft, wil ik gewoon hebben. Dus het is echt een probleem. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Die kleuren zijn gewoon heel leuk bij elkaar. En deze was trouwens 20 euro. Good morning! Het is vandaag donderdag en ik heb net mijn haar gekruld. Het zit allemaal nog een beetje lelijk nu, maar goed. Sabrina is onderweg naar mij. Ze is nu even bij haar ouders, maar ze komt nu naar mij toe. Want we gaan vandaag eventjes een videootje opnemen samen. En ja, die komt zo meteen aan, dus dat is heel gezellig. Ik heb haar al sinds New York niet meer gezien, dus... Dat is al dikke maand. Dus dat is wel gezellig. En ja, dat is een beetje het plan voor vandaag. Sabrina is bij mij. Hi. Vet gezellig. En we hebben pizza besteld, want we gaan een mukbang opnemen. Die gaan jullie binnenkort wel zien op mijn kanaal. En ja, vet gezellig. Ik heb heel veel zin om te eten. Ik ook. Echt niet normaal. Zin in. Sabrina is inmiddels alweer naar huis. Het was echt best wel gezellig. Nou, we waren eigenlijk heel erg lui met z'n tweeën. We waren gewoon een beetje aan het bijkletsen en niet zoveel aan het doen. Maar het was wel echt ontzettend leuk om elkaar weer even te zien. Ik ga nu heel eventjes beelden van mijn camera op mijn harde schijf zetten. Want ik moet even video's gaan editen. Ik heb nu namelijk ook even niks meer te doen. Dus ik ga even editen. En ja, ik heb het echt heel koud. Vet random, maar goed.
dat dus. Nou, mama gaat even lekker douchen. Nee, dat kan je ook niet in je vlog gebruiken. Ze is naakt. Oké, ogen dicht allemaal. Nou, ik ga naar bed. Ik wil niet meer ook eens naar de mond geven. Nee. Dat doen wij niet. Nee. Alleen op je kont. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe dag in Pamela's vlog. Vandaag is ze bij mij op bezoek. We gaan eventjes naar het dorp toe, want ja, waarom niet? Hartstikke gezellig. En ja, oh, ik heb wel iets leuks te laten zien. Kijk eens mijn bed. Pamela, ik kan niet zonder Pamela, dus ja, ik dacht ik geef het maar gewoon een grote poster. Against the stream, pulling against the stream. Oh, was meer lang, hè? Ja. Easy to love me, but still I reach to find a way to stick around between. Ik heb een heel leuke over mijn verjaardag. Een gepersonaliseerde videoboodschap van Rapper Shorts, die kan je kopen. Mag ik dat voor mijn verjaardag? Ik ga die echt niet kopen, want er staan oplichtersvideo op internet, hè. Wat? Hij licht gewoon mensen op. Gaat hij echt niet die video sturen? Maak ze €20. Echt? Jawel, hashtag boos. Nee, een vriend. Ga maar kijken hoor. Boos, daar is een filmpje van. Los, ben een beest, altijd los, altijd feest. Hey, what's up, in de club, in de bubble. Board up. Zie je staan, kan het gek of kom maar aan. Nee, je gaat vandaag niet faken. Hoe laat begint het nou? Hoe laat begint het nou? Dit op die mouwen, zag je? Mm-hmm. Dan hier een spin. Dat vind ik wel jammer. Shoppen met Judith, be like. Girlhood. Deze vind ik heel leuk. Wat vinden jullie? Leave it in de comments hier. Een gokje erbij? Ja, super. Deze kopen. Cheerleader. Cheerleader Judith. Altijd als ik bij Judith slaap, dan krijg ik een Justin Bieber dekbed. En daar word ik zo blij van. Oké, nou goed. We gaan in ieder geval zo meteen slapen, want we moeten morgen weer tyfus vroeg ons bed uit. Wel minder vroeg dan normaal, ik. Maar ik heb er echt geen zin in. Wil je hier nog wat vertellen, Judith? Ik heb een Cosmo shirt aan. Ja. Ik wil eigenlijk even... Dit is het moment om reclame te maken voor Cosmo. Ga allemaal naar Cosmo. Dit is het moment om sluikreclame te maken voor Cosmo. Ik zit op de Cosmo Academy in Den Bosch. Oh, nou, als je nog een leuke entertainment leidinggevende creatieve opleiding vindt. Waar je lekker je ei kwijt kan. En ook nog super veel leert en lekker zelfstandig wordt. En allerlei skills ontwikkelt. En lekker op campingliedjes wil dansen. Nee. Moet je gewoon eventjes googelen op cosmoacademy.nl. En dan... Was dit de sluikreclame? Doei, we worden hier niet voor betaald. Dit was eigenlijk... Nee, er wordt niet voor betaald trouwens. Nee. Bang. Nee, dit is eigenlijk geen sluikreclame. Want we zeggen, sluikreclame is zeg maar dit. Nee, dit is gewoon reclame. Sluikreclame is... Wat zal ik vandaag eens gaan doen? Mie. Emmy Café Latte, super lekker. Hé, hey, maar wat ga jij eigenlijk morgen doen? Ik denk dat ik even naar een voorpleiding ga. Het is vandaag maandag en ik heb mijn vlog helemaal niet afgesloten. En ik heb sinds vrijdag al niet meer gefilmd. Maar dat komt omdat ik gisteren een feestje had en... Daarvoor moest ik dansen, dus ik ben de hele dag weg geweest. En bij het feestje ging ik niet vloggen, want ja, weet je, het is iemand anders verjaardag. En als diegene daar helemaal niet van houdt, dan vind ik dat gewoon een beetje raar om dan te gaan vloggen met ook allemaal meiden die ik niet ken. En dat is gewoon een no-go voor me. Maar goed, het was wel heel erg leuk. En ja, maar ik baal dan gewoon heel erg, omdat ik dan gewoon echt heel erg zoiets heb van ja, ik heb de vlog helemaal niet normaal kunnen afsluiten. Maar goed, in ieder geval... Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!